Kijk, die mogelijkheid is er natuurlijk om, om ambtelijke ondersteuning te vragen. Om uitleg te krijgen. Maar het is een gevecht dat je eigenlijk niet kan winnen. We zitten met 45 raadsleden en we hebben allemaal 1 of 2 medewerkers. Tegen een stadhuis van 9000 ambtenaren. En op dit soort projecten is het soms ook politiek handig om dingen op te schrijven op een zodanige manier dat niemand er in een snars van snapt. om het eventjes cru uit te drukken. Dat is wel heel cynisch. Nee, maar het is gewoon zo. Want als ik moet u zeggen dat ik in de loop der jaren, als ik bepaalde ambtelijke brieven lees, dat ik ook hartstikke cynisch aan het worden ben. Maar kijk, ik denk, joh, daar snap je toch niets van. Hoe leg je dit aan de stad uit? En ondanks het feit dat we echt wel onze best doen om dingen zo behapbaar mogelijk te maken, snap ik ook dat de politieke realiteit is dat het soms even handig is om dat niet te doen.